En dat geldt zeker ook voor deze man, voor Bontempi. De grote, geblokte Italiaanse sprinter die voor niemand opzij gaat. En dit is mijn grote favoriet, Sean Kelly. Die zou het moeten waarmaken. Dit zijn dus beelden van vanochtend, pakweg tussen 8 en 9 uur... met Francesco Moser in beeld, die er goed uitgepakt uitziet. Zoals alle ploeggenoten van hem hadden ze hele dikke, bijna ski-achtige kleding aan. En hier staat de man vooraan, Toriani, de baas van de koers. Als die man zijn mond opentrekt, dan weet je niet wat je hoort werkelijk. En die geeft dan, en dan is het 8:50 in de ochtend. De winkels zijn nog niet open, dus de creditcards kunnen nog niet door. Dan valt dan het vertrek van de 76e uitvoering van Milaan Sanremo. En in, zoals ik al zei, 32 ploegen zijn er. Kunt u zich voorstellen wat dat aan ploegleidersauto's erachter is. En dan gaan de renners, zoals hier te zien is, zeer goed ingepakt. Gaan ze op weg voor die hele mooie, lange koers, de Primavera. De Italianen die tellen deze koers als geen andere. Dit is de officiële opening van het wielerseizoen, zeggen zij. Die omlopend volk die de Belgen hebben is slechts kinderspel. Ja, goed. Hier zit Francesco Moser, die zich de afgelopen week heel rustig gehouden heeft. Vrijwel niet te vangen is geweest voor microfoons en camera's. Die geen journalisten ontvangen heeft, maar die zich terdege heeft voorbereid. Hier is Phil Anderson, de man die tekort kwam verleden week op Col d'Huez. Daar toch geklopt werd in de klimtijdrit en ook geen toppositie kon afdwingen in Parijs-Nice. Giuseppe Saronni, de man die uit Tirreno Adriatica wegstapte of het niks was. Hij rijdt daarnaast Kees Priem, die Leo van Vliet is komen vervangen. En dan zitten we zo'n beetje midden in dat peloton. U ziet hoe goed de renners aan alle kanten zijn ingepakt. Dit zijn de grote mannen van het Italiaanse koersen. Bontempi blijft natuurlijk altijd een favoriet voor de Italianen. En hier komen we bij de twee koplopers. Herkent u nummer 155? Het is de 1000-gulden vraag voor de quiz van vandaag. 155 is Peter van der Knoop uit Haarlem. En 231 is Angel Sarajo uit Spanje. En dit zijn de twee koplopers in de koers. Na 1 uur wedstrijd kwamen zij op de kop. Peter van der Knoop is een eerstejaars professional. Hij rijdt in de ploeg van Elen. Zeg maar de ploeg van Freddy Maartens. De Spanjaard Sarajo rijdt in de ploeg van TK. Het zijn twee onbekenden voor het hele grote wielervolkje hier op de tribune aanwezig. In Sanremo is zeker Van der Knoop een vraagteken. Van der Knoop komt uit Haarlem en heeft een redelijk goede amateurtijd doorstaan. Verleden jaar kon hij in die amateurwereld kon hij nog wat overwinningen boeken. Niet de grootste. Hij kon een profcontract krijgen bij die ploeg van Freddy Maartens, bij de ploeg dus van Ehlen. En hij, ja, hij reed na een uur reed hij weg met die Spanjaard en het peloton daarachter deed niets. Zoals wel eens meer gebeurd is in Milan Sanremo was er geen reactie. En kijk eens even naar de lengte van het peloton. Ziet u daar die achterste nog over die brug gaan? En daar was het echt pianissimo. Daar werd niet gekoerst, daar werd uitsluitend gebabbeld. Dicht op elkaar gereden, want die twee die vooruit waren, die waren immers niet gevaarlijk. Zoiets is nog eens een keer eerder gebeurd en niet zo lang geleden, toen Marc Gomez en Alain Bondu het hazenpad kozen, ook al binnen een uur. En die bleven toen ook weg, maar die bleven goed weg. En zo goed weg, dat ze ze nooit meer te pakken kregen. Of dat vandaag weer het geval zal zijn, dat zullen we straks gaan bekijken, want ik weet inmiddels uit de koers, terwijl u kijkt naar beelden eerder opgenomen vanochtend, dat de twee nog altijd een voorsprong hebben. Daar is Gert-Jan Teunissen, een invaller in de postbodeploeg. Hier de eerste beelden van Milan Sanremo zou halen, maar zoals duidelijk te zien is, ze hebben het wel gedaan. Hun uitvalspoging na 1 uur koers, dus zeg maar na 41 kilometer, want zo hard werd het toen gereden, heeft nog altijd succes. En de veel kleinere Spanjaard, die, en dat moet gezegd worden, die als eerste gedemareerd was en later Van der Knoop bij zich kreeg, die ziet er niet al te fris meer uit. Hier is die, de man
van de TK-ploeg, waar onder andere ook sprinter Noël de Jonker in rijdt. En hier is Van der Knoop. Ik zei het u, hij komt uit Haarlem. Is van de jaargang 1957. Geboren 23 februari. Een man die wat plaatselijke overwinningen wist te boeken verleden jaar in amateurcriteria. In zijn erelijst staat één internationale wedstrijd bijgeschreven, namelijk de vierde etappe van de meerdaagse wedstrijd Franco-Belgia. En voor de rest zegens in eigen land. Geen zegens waarvan je zegt, nou, dat is nou eens de springplank voor een grote profcarrière. Maar als ik ze u noem, hij won criteria in Haarlem, Oude Kerk aan de Amstel, Hoogkarspel, Heilo, Opdam en nog een keer in Haarlem. En dan rijdt hij hier. En dan moet hij de Spanjaard laten gaan. Het is te moeilijk als we daar die beklimming op gaan. En met ploegleider Elen naast zich, want ik neem niet aan dat Lommert Driessens hier aan het vuur zit. Ik denk dat hij naast hem zit. Moet Peter van der Knoop nu de Spanjaard laten gaan. Die straks lekker aan het wiel reed en geen kopwerk deed. En de Spanjaard gaat alleen door. Hij, die dit soort bergjes natuurlijk in zijn vaderland meer tegen is gekomen, die kan hier rustig naar boven gaan. Op een van die niet lastige, maar wel slopende beklimmingen die de finale van Milaan-San Remo zo boeiend maakten. Kijk even naar het gedrongen postuur van de Spanjaard. Kleine, korte pootjes, een heel klein kadertje. Die fiets, dat is een heel klein fietsje maar. En vanuit de helikopter gezien pakken we deze Sarapio dus maar zo op. Ja, waar begin je aan als je zo vroeg in de koers demareert? Doe je het om publiciteit te halen? Nou, dan is het gelukt voor beiden. Voor deze man natuurlijk meer dan voor Peter van der Knoop. Of heb je werkelijk het idee dat het peloton zo stom is dat ze je laten gaan? Nou, mocht dat zo zijn, dan verwijs ik naar de Gomez-Bondu-affaire. Want dat was natuurlijk een ontsnapping die er ook mocht zijn. Marco Mes won in 1982 hier. En heeft eigenlijk het contract dat hij de jaar na die zege heeft gekregen te danken aan die overwinning. Hier is onze landgenoot weer. Veel zwaarder dan de Spanjaard. En hij heeft weer wat moeite, meer moeite om deze capo op te komen. Het is de eerste keer dat we geconfronteerd worden met beelden van een renner uit zijn ploeg. Zeg maar de derde Nederlandse profploeg die onder leiding staat van Freddy Martens. Maar oh bitter, wat bereikte onze nieuws vanochtend toen na 30 kilometer in de koers aangegeven werd dat één coureur uit het peloton moest lossen. En de tweede vraag in de quiz voor 1000 gulden, wie was die man? Jawel. Freddy Martens moest lossen. Sarapio gaat nog altijd voort. En krijgt nu González Linares, zijn ploegleider naast hem. U zag even de vleug van de wagen. U zag ook dat de wedstrijdleider Torriani zijn stoere muts opzette. 5 minuten 30 is de voorsprong van deze man op de groep. Maar voor de rest hebben we natuurlijk een groot aantal topcoureurs hier vandaag in actie. En die topcoureurs moeten toch het beeld gaan vormen van dat laatste uur. Want zo is Milaan-San Remo vrijwel altijd geweest. De grote jongens komen zich melden als de finale daar is. 4 minuten 40 is de voorsprong.
maximale voorsprong was 13 minuten en nog wat. En die loopt nu gezien erover terug. Ik kan me dat wel indenken, deze jongens die allebei geen hoogvliegers zijn in het profpeloton. Mochten weg, hebben van hun vrijheid genoten. En nu het peloton een beetje op drift is geraakt. Nu wordt die achterstand snel korter gemaakt. Van 4.40 gaan we al naar 4.20. Dat is de volgende mededeling die we uit de koers krijgen. En nu wordt het zaak voor de mensen van de Italiaanse televisie om ook beelden te gaan voortoveren van het peloton. Om te kijken hoe daar gereden wordt. Kijk, González Linares die heeft daar ook duidelijke woorden over voor Van de Knoop. Jij gaat nu ook niet meer op de kop, van 24 naar 3.15. Dat kan ook niet anders, want de capriolen die de twee net aan het uithalen waren, met de wind nu recht op de kop, dat kunt u goed zien. Die eisen hun tol. Kijk eens even wat we tegen die wind op moeten duwen werkelijk nu. En dan is het beter dat je in een gesloten peloton nu naar boven rijdt, waar knechten het vervelende kopwerk kunnen doen. Maar dat je als toch al redelijk vermoeid rakende eenlingen hier over de weg zwalkt, dus aan. We hebben jaren meegemaakt dat het veel en veel minder was. Dit zijn echt nog meer dan 100 coureurs bij elkaar. Het geeft ook aan dat ze het redelijk op het gemak hebben gedaan. Kijk eens aan, jongens. Een serieus peloton komt er straks melden. Goedemorgen. Maar daar beginnen nu toch ook de spieren een beetje strakker te gaan staan. Daar beginnen de zenuwen nu ook te komen. Daar weet men dat men nu toch langzaam van voren moet gaan zitten. De groten zullen daar al zitten. Vergezeld van hun wegkapteins. Van de renners die nog goede benen hebben. Met de motor naast de koplopers. 1 minuut en 20 seconden. Het gaat nu inderdaad per minuut naar beneden. En als zo dadelijk deze twee gepakt zullen worden en hun Milan San Remo historie is geworden, dan zal een hele andere en een hele nieuwe koers zal beginnen. Kijk, die is in feite al begonnen en we zien ook Jan Raas in vierde positie die hier achter dit drietal aangaat. Daar zit Raas in vierde positie en die sluit aan. Ziet u dan met die, ja, ik wil dat zeggen met die draaikolbeweging, maar dat was het wel. Een beetje hoekig. Raas rijdt in vierde stelling daar. Vaart zit er goed in bij de groep. De heren moeten, ondanks het feit dat het tegenwind is, de omstandigheden toch als prettig ervaren. Omdat ja, ze zijn met een 4 graden buitentemperatuur gestart. En het is nu 12, 13 zo'n beetje. En dat is dan toch lekker. Die zon is er gewoon. En behalve een half uurtje regen aan de start, is het droog geweest vandaag. Raas dus bij de eerste. En dit is een toch schitterend shot waar je kan zien hoe het peloton inloopt op de eerste van het peloton. Oei, 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 oei. Ziet u hoe die renners daar om die ploegleiderswagens van González Linares en Eden moeten heen draaien?
verschil nu is een halve minuut. Eigen waarneming. Erik van der Aarde in vierde positie achter Henk Lubberding. En Walter Plankaert vooraan. Voorop op het ogenblik Gert-Jan Teunissen, dan Walter Plankaert. Dat is de herkenner geweest. Een paar honderd meter en dan is het gebeurd. En dan beginnen we een nieuwe wedstrijd. Vijftien seconden is het verschil nog. Wel, u heeft de hele vlucht gezien van de mannen. Of tenminste de hele vlucht. U heeft in ieder geval gezien hoe de uitzending binnenreden met een voorsprong van een dikke 5 minuten. En hoe dat in minder dan een half uur terugliep na een half minuut. Eén man probeert daar weg te lopen. Maar dan wordt sterk achter gereden, sterk achter gedemareerd meteen. Ja, die twee die worden nu gepakt. Dat ziet u rechts van de weg de 2. En die komt erop en erover. En de twee zijn eraan voor de moeite en we zitten meteen bij de volgende renner en dat is Jos Jacobs. Jos Jacobs is oud-kampioen van België, een zeer rappe aankomer en die moet hier openen voor de ploeg Kuiper of voor de ploeg Teun van Vliet, hoe je het ook noemen wilt. Deze man kan goed rijden, heeft een aardige vorm gedemonstreerd op Tirreno Adriatico en hij probeert het. Hij rijdt voor de ploeg van Roger Zwert en de bepaald... aardige ploeg die actief bezig is op diverse fronten in Europa, rijden veel wedstrijden. Er zitten vier Nederlanders in die ploeg, Kuiper, Teun van Vliet en Jan en Arie van Houwelingen. Een beetje reactie achter, een van de mannen die we daar herkennen die nu achteraan rijdt is Bombini, Italiaan. Maar u ziet dat het hele spel nu in elkaar schuift. De poging van Jos Jacobs hebben we in ieder geval genoteerd als een van de eerste uitvallen in de finale van Milan-Sanremo. Raas inmiddels zo op de 20e plek midden in het peloton. Hij rijdt een beetje aan de rechterkant van de weg in het wiel van een van zijn ploeggenoten. Lijkt mij Arie van der Poel toe. Hij schuift nu naar voren toe. Walter Plankaert, zoals zo vaak, actief van voren. En hier is Frits van Binsbergen, die er toch weer bij is. Hij had vanochtend niet te veel moraal. Hij zei, regen is niks voor mij. Maar hij is het dan toch. Hier is Plankaert met in zijn wiel Ludo de Keulenaar. En hier is Atje Wijnand links voorop. En dat is in Bombini. En dan komt een heel pak. Ja, hier is Johannes van der Velde. Kopman van de Italiaanse ploeg, waarvan ik de naam niet mag uitspreken van meneer Brinkman. Dat kan ik ook niet doen, want hij vult bijna de hele uitzending, zo lang is die sponsor nou. Ja, we gaan nu echt koers zien. Wat een groot peloton als we de finale van Milan-San Remo moeten gaan meebeleven. Maar we zijn bij de volgende man die er tussenuit gaat. En dat is er eentje van de ploeg van Albert de Kimpen. We komen bij de Brusselaar Jean-Marie Van Pers, die wij Wampers noemen. Die al een tijdje bij de Kimpen rijdt. Typische Brusselaar.
niet Waals, niet Vlaams. Een klepper ook, lange vent, 1,85. Hij rijdt in de ploeg van Grigoyon. En hij blijft nog even voor rijden, die Kampers. Ik denk dat er nog vele met goede benen in het peloton aanwezig zijn. Men is in een lange rush op Genua aangegaan, zonder al te veel krachten te verspelen, dicht op elkaar rijden. En toen eenmaal de zon daar kwam, werd het als een soort van extra vitamine gezien door de coureurs. De twee koplopers van dat moment konden koplopers blijven en met een groot gezelschap is men zich voor de finale komen melden. En ik zeg het u, er zitten er nog veel bij die goede benen hebben. Wampers wordt gereden door weer een Belg. Dat zou Wim van de Einde kunnen zijn. Die we ook al in het volk en ook al in de grote prijs Achterhoek bezig hebben gezien. Dit is Wampers. En wat komt daar achteraan? Meerdere redders. Het is in ieder geval er eentje uit de ploeg van Walter Godefroot zo te zien. En die ja, het is van de Einde. Met nog 33 kilometer te rijden is de andere Michael Wilson, de Australiër. Drie man op kop, Wampers, van de Einde en Wilson. Wilson is een goede tijdrijder die al enige tijd in Italië vertoeft. Kan trouwens ook goed aankomen. Bijna 10 seconden is de voorsprong van het drietal. En het peloton wordt kleiner en steeds iets kleiner. Maar we zijn nog met Veul. Michael Wilson, Wim van de Einde. Ja, is een driftig baasje, die Belg. Laat zich voortdurend zien in de openingswedstrijden van dit seizoen. En hier is Wampers. Die ongetwijfeld heeft moeten openen voor Grigoyon. Dat hindert, vindt Wilson, en dus gooit hij de muts af. Het
Schijn is er even stil gaan staan, zodat de mensen ook naar het wielrennen kunnen kijken. Voor de moeite zijn ze eraan, zo te zien. En dan zal het zo langzamerhand tijd worden dat de echte groten zich met het spel gaan bemoeien. Geen knechten meer, maar de kopmensen zullen zo direct moeten gaan demareren. Wilson, Wampers van de einde, die vinden hier hun einde als zo direct de eerste van het peloton op hen neer zullen komen. En ik denk dat het dan serieus gaat worden. Lijkt me toe dat Van der Poel bij de eerste daar is. En Erik van der Aarde in ieder geval ook. Ja, Van der Poel zit daar zeker bij. Moser herken ik. Hier is het gebeurd met die uitlooppoging. En eens kijken wat er nu gaat gebeuren. Tutti gruppi, zoals dat zo mooi in het Italiaanse roepen wordt. Als het peloton weer bij elkaar is. Ja, Van der Poel in tweede wiel zit daar goed bij. Bij een van de knechten zo te zien. Van Rossola. Maar dat is me niet recht duidelijk. Ik zoek ook naar de rood-wit-blauwe trui van Raas. Ik meen dat ik dat verleden jaar omstreeks deze tijd ook riep bij is Raas, maar toen hing die ergens in de bomen. Ik hoop niet dat het nu ook het geval is, maar ik zie hem op dit moment in ieder geval niet bij de eerste. Van der Poel blijft in ieder geval zeer actief met Baron Kelly en Ludo de Keulenaar in zijn wiel. Van der Poel is de man op de tweede plaats, Baron Kelly rijdt derde, daarachter rijdt de Keulenaar. En in achtste stelling ongeveer Erik van der Aarde en ik zoek nog altijd naar het rood-wit-blauw van Raas. En kan dat nog
niet zien. Drie mannen van Post vooraan. Criquillon zit erbij. Moser zit in het midden op ongeveer 15e, 20e positie. Van der Aarde gaat naar voren, zit nu in derde positie. Zo is het een soort van afvalkoers van achter, zoals u ziet. Van achter vallen ze er nu af. We hebben dus niet gedemareerd van voren, maar hard gereden van voren, zodat we er van achter afvallen. Het principe dus van een Waalse klassieker, zo gaat dat daar ook. Nieuwe wisseling van de wacht. Eén man. Moser? Nee. Iemand van Okanja. Moet iemand van Okanja zijn? Wat niet. Ongevolgd, ja. Die heeft hier een keer toegeslagen. 7 kijk. Ja, het lijkt mij Fontenwolf toe. Ja. Dat zou wel heel erg verrassend zijn als die hier door kan zetten. Het is Fontenwolf in ieder geval, dat is zeker. Maar als die hier slaagt, dan zou dat wel heel erg sterk zijn. Kijken wat er hier in het peloton gebeurt. Wie en wat er rijden. Er zitten wat Italianen van voren te rijden. Greg LeMond, in derde positie. Fontenwolf won in 1981 Milaan Sanremo. Solo. Door in de finale precies op deze manier, zoals hij het hier doet, de groep te ontvluchten. Op de macht daarboven. En door blijven trappen. Kijken hoe het nu gaat. Het verschil is klein en achter hem wordt gereden. Ja, de Wolf is geen man die je laat fietsen natuurlijk. Daar ga je massaal tegen counteren. Opzienbarend dat hij er is. Hij heeft nog niet veel van zich laten horen. Een beetje vreemd samengestelde ploeg. Ik mocht je dat al vertellen. Okanja is daar ploegleider. De Wolf rijdt er. Emons. Bazot rijdt er bijvoorbeeld, Pedro Munoz, stelletje Fransen. Kijk, deze jongen is allemaal geklopt die hier bocht doorkomen. En ik zoek nog steeds naar het rood wit blauw van Raas. Zoekt u mee? Ik zie hem er niet meer tussen. Nog altijd Fontenwolf. Solo.
Ja, de helikopter is natuurlijk leuk, maar geeft in dit stadium van de wedstrijd geen enkele kijk op zaken. En dat is dan wel weer jammer. Zoals duidelijk zijn we op de Cipressa. De col voor de Poggio met nog 22 kilometer te rijden. En daar komt een soort peloton. Nee, ze laten de pont niet zo makkelijk gaan. Logisch. Een vroege poging, dat moet gezegd worden van de Wolf. Maar waarom zou je het niet proberen op de Cipressa? Waarom zou je altijd tot de Poggio moeten wachten? De klimming is 7 kilometer lang. De afdaling gaat razendsnel en hard. En voordat je het weet sta je aan de voet van de Poggio en dan kan je daar naar boven toe. En die Poggio, Jan Raas vertelde het voordat we met deze rechtstreekse uitzending begonnen, is een klim die je op de macht kan doen. Dus heb je nog goede benen en je hebt ook een goede versnelling gezet, dan kan je daar in één klap naar boven doen. Zo, dit gaat iets smaller worden, heren. Dan moeten we er flink in de remmen daar. Ja, anders lig je daar bij de familie Bombini binnen. Die klok van de kerk was niet helemaal gelijk. Ik denk dat de Wolf bijgehaald is. Dat mis je dan, jammer genoeg weer even. En dit zijn van die afzinken waar Jan Raas het tweede jaar even het vuur kwijtraakt. Hier moet je durven. Kijk ze daar naar beneden denderen, grote mes op. Dat kan hier. 12 naar beneden. Vicentini op kop. Of 5 nu in de afzink van de Cipressa. Aangevoerd door Vicentini, die ik nou juist geen durf toedenk. Die man heeft alles wat een mens wil. Hij is miljonair. En zeker niet geliefd bij de Italianen, hoe vreemd het ook nog klinkt. Ze vinden er maar niks. Ja, hij kan goed fietsen. En hij is miljonair, maar ja. Lang lint. Dat zich de Cipressa afstokt werkelijk. Dat gaat daar hard.
de beste dalers hebben even laten zien hoe dat moest. De man in tweede positie is Freuler, de Zwitser. Die durft echt van een berg af te rijden. En we krijgen het samenlopen van de groep voor de beklimming zo van de Poggio. Er wordt doorgedemareerd. De man achteraan is Bombini. In het geel. Of niet? Ja. Ja, en het is hier Fons de Wolf. Die heeft moraal zat dus. Fons de Wolf, McGrini is de ander. En Bombini. En die komt daar, Rudiman. Of niet? Fons de Wolf voor de tweede keer. Typische stijl van hem, die armen in de 90 graden hoek. Dit is McGrini. Dat is Bombini. Dat leek mij... Maar er komt een beetje beweging in. Er komt een man bij. Even kijken wat zich daar nog meer te melden. Nog steeds geen kopmannen. Marco Mes. De man die al een keer wist hoe hij hier moest winnen. Maar toen heel anders reed. Nee, het loopt weer samen. De tweede demarrage van Fons de Wolf bracht te veel renners mee. De volgende demarrage is van Ludo de Keulenaar. Die gaat alleen hard rijden. Die moet niet echt demareren. Die controleert. Kijken wat er nog meer bij zit. De man achter hem is Giovanni Mantovani. Dat is een slechte klant om mee te nemen naar de sprint. En u ziet Moser rechts in beeld. Rechts onder in beeld. Daar doet de Italiaanse televisie dit even voor. Kijk, nu een beetje centraal met de 1. En Erik van der Aarde vroeg om post. U zag dat hij de arm omhoog had gestoken. Raas heb ik niet meer kunnen herkennen in deze groep. Ik weet niet of u met mij meegekeken heeft, maar het rood-wit-blauw heb ik niet meer gezien. Misschien dat ik er overheen gekeken heb, dat kan. Maar zo actief als hij in het begin reed, dat je hem echt van voren zag. De man op de kop is Patrick Versluis, blonde West-Vlaming. Dat is duidelijk te zien. En Van der Aarde vraagt nog steeds. Zag u dat zijn rechterhand omhoog ging? Lubberding zit bij hem. Is het een achterband? Is het een afloper? Ja, hij beweegt, hè, op die fiets. Is het een afloper? Je weet het niet. Lubberding zit vlakbij hem in ieder geval. Lubberding rijdt hard door. Ludo Peters. Er wordt hard op de kop gereden op het ogenblik. Rabottini is de man op de kop.
Is dat niet Zadrobilek die daar in de buurt zit? Ja. Dit is Rapportini, een Italiaan, van de ploeg van der Velde. Zadrobilek. Nou, nu gaat het een beetje harder en nu krijgen we ook echt mannen vooraan. Dit is Jacques Bossis. Die jarenlang één merk trouw is geweest in Frankrijk en nu maar de overstap heeft gemaakt. En Ludo de Keulenaar rijdt Jacques Bossis terug. En daar sluit nog een Italiaan bij aan. Bossis, de Keulenaar en... Nog altijd zit Erik van der Aarde daar bij de eerste 20 midden in de groep. Raas heb ik niet meer gezien. Tutti Gruppi. Brave Ludo. En Moser. Ja, de Keulenaar moet het tempo hoog houden, zodat men Erik van der Aarde in de zeg maar, eerste rijen mee de Poggio mee kan opnemen. En dan moet van der Aarde het zelf afmaken hier op de Via Roma. Dat is tenminste het strijdplan van de ploeg Post. Zo werk je als knecht. Dan moet hij hier nu gaan counteren, want er wordt binnendoor gedemareerd. Kijken of hij dat doet. Hij kijkt even wie het zijn. Kijkt dan weer om. Moet ik gaan? Hij moet nu in feite iets van tempo verhogen. Twee man zijn weg. En die Kuiper is de één. Dat is duidelijk. De andere man is Silvano Rico. En die Kuiper in ieder geval herkent. Deze koers heeft hij nog niet gewonnen. Hij heeft verleden week tegen hem met een Tireno, maar je hebt al zoveel gewonnen. Ja, ze niet, maar ik zou nog best eens een keer een klassiekertje willen winnen. Ja, lekker als je dat bord ziet staan, Sanremo. Maar daar wordt naartoe gereden. Ja, Kuiper laat je natuurlijk ook maar niet zo rijden. De man inderdaad naast hem is Rico. Wat komt daar naartoe? Daar komt Teun van Vliet naartoe. Als, ja, nou wordt het dringen voorin van de ploeg van Zwerts. ...12 kilometer nog te rijden. Henny Kuiper. Achter hem Patrick Versluis. Dan Teun van Vliet en Rico. Twee landgenoten op de kop. En dat brede peloton daarachter. Daar heeft men herkend, uiteraard ook twee mannen van één ploeg in zitten. En laat die kleine Teun niet alleen gaan, want die is krachtig. Er wordt hard gereden. Er wordt zo hard gereden op het ogenblik. Ziet u hoe dat pelotonnetje, 5 seconden is het verschil, hoe dat pelotonnetje steeds kleiner wordt. We begonnen met zo'n dikke 120, misschien waren het al 150 man. Het zijn er nu nog een stuk of 50.
Teun van Vliet op kop, Henny Kuiper in zijn wiel. Twee generaties Nederlandse profcoureurs. De een komt en de ander begeleidt. Rico en Versluis daarachter. Nu gaan we het tunneltje in. Kijken wat de helikopter nu doet. Meevliegen. Die tijd zal ook nog komen. Ze gingen er met z'n vieren in en ze komen er ook weer met z'n vieren uit. En daar zou direct al nog één man achter komen. Dat konden we nog net zien voordat we de tunnel ingingen. Van Vliet rijdt hard. Rijdt echt hard. Kijk eens. Mooi gaatje. Er zit een enkeling tussen en dan een groepje van, nou, 50. Verschil 15 seconden. En het voordeel van het groepje hier. Teun van Vliet, Rico de Italiaan, Henny Kuiper, Patrick Versluis. Ja. Heeft Teun van Vliet gezegd, als ik de kans krijg, dan wil ik ervoor rijden. Nou, hij kijkt even naar Kuiper, want hij moet toch luisteren naar hem. Want Henny weet dat, Henny kent de koers. Henny kijkt ook nu naar die Italiaan of die goed zit. En Henny drukt door met die grote versnelling. Mooie finale zo. Lijkt mij toe dat we Versluis kwijt zijn. Wat een luxe voor die ploeg van Swerts om hier twee man zo voor in die finale te hebben. En kijk eens dat, hoe dat gebeurt. Van Vliet komt gewoon uit derde positie naar de kop toe om dan even flink tempo te maken. Kijken hoe ze dit zullen spelen met z'n tweeën. Zoals gezegd, twee generaties profwielrenners. Henny Kuiper kwam in 1973 bij de profs nadat hij in 72 Olympisch kampioen in München werd. 10 kilometer nog te koersen. En Teun van Vliet kwam eigenlijk pas verleden jaar aan het eind van het seizoen. In een toen klein Belgisch ploegje en iedereen zei, wat doe je daar? Maar misschien heeft hij het niet zo gek bekeken. Misschien is hij daar wel op zijn plaats. Al jong. Is die tot, zeg maar, kopman verheven. Ik weet niet of dat helemaal juist is om dat te doen. Maar hij heeft verleden jaar in ieder geval in de ronde van Lombardije heeft hij getoond met de beste mee te kunnen rijden. En Kuiper kan hier zijn ervaring kwijt als wegkaptein van die ploeg. Kuiper toch ook een karaktermens. Door die vervelende snertregen van Tirreno Adriatico heen ging hij door waar heel veel jongeren afstapten. Kenmerkend voor een generatie wielrenners. Zij deden dat wel. Tegenwoordig is het wat makkelijker allemaal voor ze. Maar wat doen ze met die Italiaan? Wat doen ze met deze Silvano Rico uit de ploeg van Carlo Meningiali? We zitten bij de Poggio. En nu, wat gaan we doen? Hoe spelen we dit spel? Wie demareert er? Wie heeft er de kracht, de macht? En wat doen Kuiper en Van Vliet met de Italiaan? Het verschil is 35 seconden in het voordeel van Kuiper, Rico en Van Vliet. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat we hier naar
de beslissing toe gaan als we de Poggio opgaan. En dan moeten onze landgenoten zich niet in het pak laten zetten door deze Rico. Oi, 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 dat ziet er goed uit voor de jongens. Want wie durft daar te rijden, daarachter? Van Vliet maakt een beste indruk. Een zeer beste indruk. Ja, Rico die zit een beetje aan het touwtje hè, nu. Kijk, aan het elastiek. Erop, eraf, erop, eraf. Stevig bijtrappen nu. Dit komt dan weer goed uit. Maar Van Vliet, nou, die trapt mooi door. Ja, ja, ja. Kuiper gaat speciaal niet aan het wiel van Van Vliet zitten om die Rico er niet bij te krijgen. En zou zo Van Vliet kunnen laten wegrijden. Kijk, ik denk dat dat nu gebeurt. Is Teun van Vliet hier op weg naar de zegen? Groot vraagteken. Henny heeft moeten lossen en Rico gaat over Kuiper heen. Kijk eens. We hebben nog met hem gelachen in Tirreno. Kuiper is eraf en Rico gaat mee. En komt aan het wiel bij Teun van Vliet. Teun van Vliet en Rico, die Italiaan. Silvano heet hij van voren. De kop van de koers in Milan San Remo. Kuiper is gelost, zo te zien. Een beetje op 30. En daar, het peloton. Ja, dat ziet er nog altijd goed uit. Ze komen weliswaar dichterbij. Maar nou maar eens kijken. Straks in de afdaling zal een hoop duidelijker worden. Kuiper is niet van plan om helemaal af te haken. Kijk, dat is de ervaring van Kuiper. Ziet u hoe die makkelijker die bocht ingaat? Nou, er zit toch nog een goed gat tussen de koplopers, de twee, Rico en Van Vliet, en het peloton. Vaste camera bovenop de Poggio. Teun van Vliet, de jongste van de kopmannen, denk ik, in het peloton. Samen met Silvano Rico, de Italiaan, op kop. Gaan we ons opmaken voor het Nederlandse zegen hier in Milan San Remo. Vliet kijkt eens. Altijd de twee. Geen berichten uit de koers van het verschil. Van Vliet kijkend van waar is Kuiper? Wat gebeurt er met me? Toch geconditioneerd durven weten waarmee je bezig bent. Zijn je reflexen nog in orde op dat moment? Er zijn coureurs die zeggen dat het
een kwestie van absoluut durf is. Er zijn er ook bij die zeggen van nee, je moet weten waarmee je bezig bent. Het is niet alleen maar die remmen in knijpen, maar het is nog iets meer. Hier is Kuiper. En daar de voormacht van peloton met Erik van der Aarde in tweede positie. En ik dacht dat voor hem Kelly te zien was, maar ik weet niet zeker. Teun van Vliet, Silvano Rico, nog altijd aan de leiding. Daarachter Henny Kuiper. Het bordje Poggio is gepasseerd. En het worden angstige minuten nu. Het is gewoon knijpen jongens, houden ze het, kunnen ze het. Toriani met zijn auto gaat nu voor door die haarstelbocht, wil voor de renners uit, wil die de afdaling ingaan. En eens kijken of de motaar van de Italiaanse televisie, of die in staat is om het tweetal te volgen. Zoals heel vaak in moeilijke afdalingen ga je op een fiets het hardste naar beneden. Daar is Kuiper die de bocht doordraait en daar komt het peloton. Oh jongens, het gaat spannend worden. Oh. Je krijgt zware benen van. Van Vliet heeft natuurlijk een ware leermeester in Roger de Vlaming, die de publiciteit doet in de ploeg van Van Vliet. En zoals u weet is Roger de Vlaming met vier eerste en vier eerste plaatsen in deze koers. Zijn dat er drie? Drie geloof ik, ja. Drie eerste plaatsen in deze koers. Een ware kenner van de Primavera. Nee, het zijn vier eerste, vier tweede en één derde plaats voor Roger de Vlaming. Nou, dit is die beroemde afdaling van de Poggio. Vorig jaar hebben we hem anders gezien. Toen zagen we hem via Francesco Moser en vrijwel alleen uit de lucht. Zagen we hem zo langs die muurtjes denderen werkelijk. Nu zien we hem met Rico en met Teun van Vliet en op enige achterstand met Kuiper en hier de eersten van het peloton. Het verschil is toch nog 15 seconden zeker, denk ik. Kuiper is nog steeds niet bijgehaald. Kijk eens wat een schitterende beelden van die afzink van de Poggio. Daar zit Kuiper, die zit nog op 20, 25 meter. En daar het peloton. Oei, hohoho. Die stormen naderbij. Een schitterend plaatje van de finale van Milaan-San Remo. Kuiper komt steeds dichterbij. Teun van Vliet. Silvano Rico. Dan een gaatje. Henny Kuiper. Dan een gaatje. En de groep. En ze storten zich nu naar beneden toe. Op weg naar San Remo. Kuiper op, nog altijd 20, 25 meter. Achter de neutrale verzorgingswagen. Waar de oud-coureur Adorni aan het stuur zit. En hier is de groep. En daar komt men nu hard naar beneden toe. Heel hard naar beneden toe. Met Moser als eerste. Ja, met Moser als eerste. En die kan dalen. Moser Kelly. Kijk, daar is Moser en daar is Kelly. En wat zit daarvoor nog? Nog een Italiaander, ja.
een verschrikkelijk spannende finale. Verschillen zijn heel klein, heel klein. Met z'n drieën zijn we. Kuiper is erbij. Kuiper, Van Vliet en Rico. En Kuiper gaat door. Henny Kuiper rijdt door. En eens kijken wat de Italiaan nu doet. Die doet niets. En Henny Kuiper gaat alleen door. Wat is dit, jongens? Kuiper is in de afzink bijgekomen en rijdt nu door. Het was duidelijk wat er gebeurde. Van Vliet hield even in. En Rico kon ook niks doen. Henny Kuiper alleen. Het zou een schitterende voor hem zijn. Eraf gereden in de klim. Teruggekomen in de afzink. Erop en erover. En hupsakee. Ja, maar wat doen ze nu in de groep daarachter? Is daar Raas toch weer terug bij? Zie ik dat goed? Mooie finale, Henny Kuiper. Olympisch kampioen geweest, wereldkampioen geweest. Het doet het me altijd pijn dat hij de Ronde van Frankrijk niet heeft kunnen winnen. Een voorbeeld voor een profrenner, laten we dat voor opstellen. Qua karakter, qua verzorging. 3 kilometer nog te rijden. En Rico geeft alles in de achtervolging op Kuiper. Ja, nog maar een tandje erbij, dat je zo groot mogelijk rijdt. En het is nu alleen maar duwen. Rammen. Is dat de 1 kilometer al waar ze naartoe penden? Dat zou kunnen. Als Henny Kuiper hier gaat winnen. Ai, 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 ai. Nog altijd Henny Kuiper. En hij draait de grote molen. En daarachter Van Vliet met Rico. En Kuiper moet zo direct de bocht om. Hij kijkt. Van Vliet is nu ook los. En Kuiper gaat winnen. Ja, de Ronde van Vlaanderen heeft hij gewonnen. Hij heeft Parijs-Roubaix gewonnen en hier weet hij het ook. Zo zat hij ook in Ivoire in 1975 toen hij wereldkampioen werd. Precies zo, Henny Kuiper. Echt waar, een schitterende overwinning. De afgereden worden bij de beklimming van de Poggio. Terugkomen in de afzink en hier wint onze landgenoot op echt prachtige wijze. En kijk eens naar die gebaren van hem. Hier wint hij Milaan-San Remo. Henny Kuiper, het is je van harte gegund. Echt waar, na zo'n carrière. En het succes voor de ploeg van Zwerf is groot. Teun van Vliet wordt tweede. Rico is derde. Vierde Erik van der Aarde. Kelly 5 of 6 met Castin voor zich. Ja, nou, alles wat hierachter gebeurt, want u weet het, tweede en verdere plaatsen gelden niet. Binnenkomst trouwens van Joop Soetemelk hier, als we het toch over veteranen hebben. En Henk Lubberding, die als laatste over de finish gaat. Dit is een schitterend succes voor de ploeg van Roger Zwerf. Dit is een schitterend succes voor Henny Kuiper. Laten we dat vooropstellen. De man die als veteraan, als wegkaptein bij de ploeg genomen werd van Roger Zwerf, die in de ploeg genomen werd om zeg maar de jeugd te leren hoe je koersen moet, wint hier de Primavera, de koers die hij nog niet gewonnen had, op werkelijk prachtige wijze. Vreemde manier, dat wel. Maar als je in de afzink terugkomt en als je dan de twee man die op kop rijden gewoon passeert en je blijft voor in de straten van Sanremo, dan ben je de beste. En dat heeft hij gewoon bewezen. Het geeft nog eens een keer aan over welk een karakter Kuiper beschikt. Geboren in Denenkamp, tegenwoordig woonachtig in Brabant op de grens van België. Ik vind het knap hoor. Ik neem mijn pet heel erg diep voor Kuiper af.
We wachten uiteraard even tot hij hier bij ons boven zal komen. Hij wordt op het ogenblik voortgedouwd werkelijk, terwijl u naar mijn collega De Zan kijkt van de Italiaanse televisie, die hangend over deze verhoging hier op deze manier interviewt. Kuiper wordt voortgeduwd werkelijk door politieagenten, wordt daar naar boven gegooid als het ware. Hier staat hij. Ja, fantastisch, hij pakt die bijna er maar beet. Ik kan me dat indenken, wat een schitterend gevoel moet het zijn. Zoetemelk wint Tirreno Adriatico als veteraan. En wat dan te zeggen van deze veteraan, die drie dagen later terugkomt met de overwinning in de Primavera. We kijken naar de herhaling uit de helikopter van een zeer blije Henny Kuiper. Het was inderdaad precies als in 75 in Ivoire toen hij wereldkampioen werd. Toen hij diezelfde gebaren maakte van kom maar halen jongens, hier ben ik, hier rij ik. Binnenkomst van het peloton nog eens een keer met Erik van der Aarde en ik denk Castin en Kelly, ja. En wij hebben hier in ieder geval al Teun van Vliet bij de microfoon. Teun, op deze microfoon graag. Jij bent weg. Was er een afspraak met Henny? Nou, er was een afspraak dat we allebei zo snel mogelijk naar de finish zouden rijden. Maar Henny zat even in moeilijkheden op de beklimming van de Poggio. En toen zei hij dat ik door moest rijden omdat misschien ze te dichtbij zouden komen. En toen heb ik in de afdaling niet alles gegeven om Henny terug te laten komen. En hij komt terug bij. En ik zeg rijden en hij rijdt. Ja, en die Italiaan die reageert te laat en hij zegt. Dus ja, logisch dat ik niet reageer en Henny is de winnaar. Henny is de winnaar. Henny staat er nu ook bij. Chapeau. Fantastisch voor je. Zo'n overwinning. Weet je nog dat je woensdag zei van als ik goede benen heb dan kan ik het nog wel? Ja, zeker. Ja. En je kan het hè? Ik denk het wel. Dat heb ik al genoeg bewezen. En het is wel zo geweldig. Ja, ik heb het nooit tegen niemand gezegd, maar Lombardije, Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Ja, daar hoort er wat weer bij. Dus Luik Bastenaken en Milaan-Sanremo. Ja, laat toch nog Milaan-Sanremo zijn ook. Ja. Je kan het wel zeggen, maar het is fantastisch wat je doet. Ja, met een goede instelling is ontzettend veel te bereiken. En een beetje karakter, want dat heb je natuurlijk, hè? Ja, we hebben het van de week laten zien, hoor. De laatste dag was ik zo slecht, zeer been, ik heb echt kapot gereden, altijd op kop gereden en grote versnellingen. En dan de dag dat we in Milaan waren, beetje getraind en Roger Zwet zegt, ja, eigenlijk, maar ik voelde me ook niet zo goed, maar dan kwam ik die regen altijd in Tirreno. En dan gisteren heb ik de hele dag op bed gelegen, ben ik niet op bed geweest. Hij die zegt nou eens, je wordt er afgereden in de klim. Nou, of was dat niet eraf rijden? Liet je tuin gaan?